Yo yo, het is Sebastian 24/7 en dit is mijn data build voor 1.6.1. Ik zal beginnen met mijn primaire wapen, dat is de Surplus SVD Marksman Rifle. Die heeft een mooie base damage van 70.9k. De talenten zijn Deadly, Prepared en Disciplined. En Deadly is eigenlijk onmisbaar op je wapen, omdat je natuurlijk zoveel mogelijk critical hit damage wilt krijgen. Ook alle wapenmods zijn allemaal op critical hit damage gericht. En voor de secundaire eigenschappen wil je eigenlijk zoveel mogelijk stability, optimal range of accuracy hebben. De C79 scope is ook essentieel op dit wapen, omdat je natuurlijk ingezoomd moet zijn om de bonus te kunnen ontvangen. Ik zal schakelen naar mijn chestplate. Ik heb eigenlijk alles op firearms gegooid in deze build. Die zit mooi op de 9300. Ik heb de stamina en electronic allebei op bijna 2800. Ik heb alle mods die op mijn gear zitten eigenlijk op firearms met health gegooid. Omdat je natuurlijk erg kwetsbaar bent in het gevecht, is een extra beetje health ook wel lekker om je in leven te houden in de dark zone. Ik heb ook erg veel geluk gehad met mijn armor rolls, moet ik zeggen. Daardoor is mijn toughness ook gewoon nog wel op een redelijk goed niveau. Ik heb voor mijn build twee high-end pieces gekozen. Ik heb gekozen voor een Specialized Backpack en een Nimble Holster. De Specialized Backpack heb ik eigenlijk gekozen omdat ik dat stukje DPS eigenlijk ook terug wil zien in mijn skill power. En daar zorgt de Specialized Backpack voor. Zorg eigenlijk dat je op je chestplate of je rugzak ammo capacity hebt zitten. Dat is erg belangrijk, anders zit je erg snel zonder ammo. En als je geen ammo meer hebt op je sniper, dan is het natuurlijk ook gewoon erg kloten. Dan kun je niet zo heel veel meer. Deadeye Trigger Gloves moet je altijd maximum rifle damage op hebben. En critical hit damage, firearms gerold. Als je geluk hebt, dan kun je de derde eigenschap op je secundaire wapencategorie rollen. Zodat je ook dichtbij met je secundaire wapen ook nog klappen kunt uitdelen. Het Nimble Holster is erg lekker. Om jezelf te healen in de dark zone. Als je even de kans krijgt om een cover-to-cover beweging te maken, dan zul je ook weer met een volle balk lopen, wat erg lekker is. Alle performance mods op mijn build zijn self-heal mods, omdat ik mijzelf zo goed mogelijk wil healen en eigenlijk op deze manier in leven kan blijven. Ik zal even schakelen naar mijn statistieken voor mijn wapens. Ik heb een critical hit damage van 135%. Het is genoeg. Er zijn veel mensen die daar niet mee eens zijn, die een hoger percentage willen hebben, maar het is gewoon genoeg. Je kunt nog critical hit damage rollen op je gear erbij, maar ik heb gekozen om op die plekken gewoon voor health te kiezen, omdat een toughness natuurlijk ook wel goed is in de dark zone en zeker in gevechten. Waar je tegenover een andere speler komt te staan, heb je gewoon het extra beetje toughness nodig om het gevecht te overleven. Zoals je hier ziet tegen een striker build met een shotty. Is het ook gewoon nog genoeg om spelers echt snel en geruisloos neer te halen. De headshot damage die telt niet bij deze build. Dat is wel een beetje jammer. Ik heb ook niet heel erg veel stability en accuracy mods erop zitten. Het is gewoon een kwestie van oefenen met schieten en met richten. En uiteindelijk zul je merken als je het onder de knie krijgt dat het niet heel erg moeilijk is. Voor mijn skills gebruik ik de booster shot en de shock turret. De shock turret is eigenlijk meer bedoeld voor NPC's die je soms echt op mijlen ver in de dark zone achtervolgen. Wat gewoon vrij irritant is met een beeld als deze. Maar is ook prima te gebruiken als je wordt opgejaagd door meerdere agents in de dark zone, zoals te zien in de video. De booster shot is eigenlijk een soort tactische boost die je kunt inzetten vlak voor een gevecht om in een gevechtsperiode wat meer schade uit te delen. Ook ontvang je een kleine heal en zul je in een korte periode iets minder schade opnemen, wat vaak net het verschil maakt in het gevecht. Als je alles op de juiste manier gebruikt en tactisch, zul je een hoop plezier beleven aan deze build. Voor meer video's over de Division, check mijn YouTube kanaal Sebastian247.